Nieuwsoverzicht van 17 tot en met 24 mei. Met ongeveer 20 meter aan kraampjes stelde de traditionele geraniummarkt dit jaar niet veel voor. De geraniummarkt wordt sinds oudsher in het weekend voor Pinksteren gehouden en vindt sinds vorig jaar weer plaats op de Groest. Dat broeit dus voor buiten en dat geeft ze een beetje bloem tot de kerst. En als het heel koud is. In de voorgaande edities van de geraniummarkt waren er meer kramen en was de markt groter. Helaas hebben veel kraamhouders ervoor gekozen om dit jaar niet mee te doen. Dit was mede te danken aan de huidige prijs die de uitbaters betalen voor hun bloemen en het verwachte slechte weer. Stichting Muziekkids is opgezet voor kinderen tot 18 jaar die langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven. Voor die kinderen wordt in het ziekenhuis een muziekstudio gerealiseerd. In deze vrolijke ruimte kunnen de patiëntjes zich uitleven in muziek maken en wordt het verblijf aangenamer. Robert, hoe ben je op het idee gekomen om dit helemaal op te zetten? Dat is ongeveer 4 jaar geleden geweest. En dat had eigenlijk te maken met dat we doen al heel veel activiteiten voor jeugd. En we hadden wat geld opgehaald en we wilden iets voor ziekenhuizen doen. En dan heel snel bleek dat de stichtingen die er nu al zijn, die iets doen voor jeugd. Dat ze het liever hebben dat je geld gaat doneren in plaats van de ideeën met muzikanten naar het ziekenhuis toe. En dus ik kwam er heel snel achter dat dat gaat dus niet lukken. Dus ik ga zelf op onderzoek. En ik heb gelijk 8 ziekenhuizen bezocht. En eigenlijk alle 8 zeiden, wanneer ga je dit opstarten? Als we lekker een beetje doordromen, dat we het al 4 jaar doen, dan houdt het in dat we hopen dat we elk jaar 3 ruimtes, een studio, kunnen plaatsen in het ziekenhuis. En zoals je weet moet je daar heel veel voor doen. En daar zijn we nu al 4 jaar mee bezig. Goede ruimtes en geschikte ziekenhuizen vinden die ook mee willen doen. En dat is ons motto voor de aankomende toekomst. 20, 30, 40 studio's plaatsen in alle ziekenhuizen in Nederland. Laura, jij bent beschermvrouwen. Ja. Leg eens even uit. Nou, Robert die vroeg of ik dan ambassadrice wilde zijn. Nou, dat vind ik zo'n beladen woord. Ik vind beschermvrouwen. Ik vind het heel erg goed passen met de kinderen waar je dit mee doet. Robert vroeg het aan mij. Toen heb ik ja gezegd. En eigenlijk omdat ik weet uit ervaring hoe een kind zich eigenlijk heel miserabel kan voelen in zo'n ziekenhuis. He, je wordt even opgevrolijkt door een half uurtje in zo'n speelruimte en daarna lig je dus weer in dat bed. En dit is zo'n mooi initiatief. Dat kind kan eigenlijk de hele dag bezig zijn met iets wat hem alleen maar vrolijker maakt. Ja, de eerste studio hebben we gebouwd in Tergooi in Blaricum. En logisch, we verblijven. Onze zaak is natuurlijk ook in Hilversum. En we hebben gelijk medewerking gekregen en we hebben daar de allereerste geplaatst. Fantastisch, dat is inmiddels alweer 1,5 jaar geleden. Het draait. En voor ons is het heel belangrijk geweest om ook te leren daarvan. Want dat is natuurlijk ook voor ons. We bedenken wel iets, maar uiteindelijk moet je het in de praktijk moet je het leren. Mm. En dat hebben we dus ook. We hebben heel veel geleerd van de eerste studio. Jij gaat er ook heen en wat gaat daar gebeuren? Ik ga er natuurlijk naartoe om te kijken hoe het gaat worden, wat het gaat worden. Robert laat het me allemaal zien. En uiteindelijk is dan de officiële opening. En het leuke van elke studio is dat het krijgt een naam van een bekende artiest. Iemand die dus in de muziek zit. Die krijgt dus de studio krijgt een naam. En de eerste was dan ook de René Vroger Studio. Omdat hij daar woont. En het heeft altijd te maken met de stad waarin zij wonen of geboren zijn. En, dus dat was heel erg leuk om te openen. Er is een nieuwe plek in Hilversum waar jullie gaan beginnen. Astma Centrum Heideheuvel. Fantastisch. We zijn er een jaar bezig geweest. Vorige week hebben we dan de go gekregen. We gaan daar een ruimte voor ze neerzetten. Niet zoals we met in de ziekenhuizen doen. Maar wel een plek waar kinderen 6 weken tot 3 maanden vertoeven. En het kan toch niet zo zijn dat Muziekkids er ook niks aan doet. Het is nog 3 jaar moeten ze wachten op het nieuwe ziekenhuis. Die gaat dan gebouwd worden. En in het nieuwe ziekenhuis worden hun ook vertegenwoordigd. En dan gaan wij daarna ook weer verder bouwen. Maar eerst is 3 jaar iets voor hun maken. Dan ga ik natuurlijk vragen, wat is jullie toekomstdroom, Laura? Dat er in heel veel ziekenhuizen zo'n studio gebouwd wordt. Dat kinderen hun pijntjes, hun ellende, hun verdriet kunnen vergeten voor een langere periode. Daardoor misschien wel het genezingsproces versnellen, want dat kan ook. Zeker. Zoveel mogelijk ziekenhuizen, dat is toch wel een droom. Ja. En jouw droom?
Dat is natuurlijk hetzelfde wat Laura zegt. En ook natuurlijk belangrijk is, en dat moeten we natuurlijk altijd maar niet vergeten. We hebben wel ook hulp nodig. We hebben veel hulp nodig. Overal heb je financiële hulp nodig. En we hopen dat naast de artiesten die dit allemaal achterstaan, dat ook de mensen die zeg maar dit begrijpen zeggen, wij gaan jullie ook ondersteunen met alles wat jullie doen. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van de droom. Muziek is emotie. Dus gun Music Kids een studio in het ziekenhuis. Ik sta hier met beschermvrouwen en beschermheer van de Music Kids. Wat spreekt u zo aan van Music Kids? Ik vind het een geweldig idee om kinderen die in een moeilijke periode van hun leven in het ziekenhuis liggen, om die dan te confronteren en hun leven vrolijker te maken met muziek. Door muziek te maken of anderszins met muziek op te vrolijken. Dat vind ik prachtig. Dus dan heb ik ja gezegd. En wat zegt de beschermvrouwen? Dat ik heel blij ben na 4 jaar, want inmiddels ben ik al 4 jaar van Music Kids, dat we ook een beschermheer hebben. Hè? We zijn nu collega's. Begrijp je? Ja. En heeft u nog een boodschap voor de kijkers? Ja, nou ja, ik dat het uitbreidt. Het is nu in Hilversum begonnen. Is ook, Cruijff zou zeggen, dat is ook logisch. Hè? Want die mensen van de muziekmakers die komen uit Hilversum. De mensen achter deze stichting. Dus het is logisch in Hilversum. Maar het moet nu wel over het land verspreiden. En daar is natuurlijk wel meer steun voor nodig. Niet vanuit ons, maar ook vanuit andere instellingen en gemeentes en ziekenhuizen. En dan kan het een prachtig landelijk succes worden. Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat het in april en mei fietsexamenmaand is voor de lagere school. Vandaag en morgen vindt dat zich plaats tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Wat wij in ieder geval heel belangrijk vinden is de kinderen zeg maar in staat zijn om zelfstandig naar de middelbare school te fietsen. Zodat de kinderen die daar nog niet aan voldoen, de ouders geïnformeerd kunnen worden en eventueel met de kinderen nog kunnen gaan oefenen voordat ze straks daadwerkelijk naar de middelbare school gaan. We hebben 6 dagen gehad, ik denk 12 of 13 scholen dit jaar mee hebben gedaan. En in die route proberen we zoveel mogelijk kruispunten en wegvakken te stoppen die ze ook straks tegenkomen als ze naar de middelbare school gaan. Dus er zitten verkeerslichten in, er zitten lastige kruispunten in, want je kunt ze niet alleen maar door woonstraten sturen, want daar leren ze natuurlijk niks van. Op woensdag 22 mei opent Galerie GSA aan de Lange Straat haar deuren voor een bijzondere tentoonstelling. De expositie geeft amateurs de gelegenheid hun beelden en schilderijen te laten zien aan het grote publiek. Het is heel nieuw dat het GSA aan cursisten, eigenlijk aan amateurs de gelegenheid geeft om te exposeren. Ik ben zelf lid van het GSA als kunstenaar, want normaal gesproken exposeren je alleen professionals. Maar het is heel bijzonder, ook in het kader van de Week van de Amateurs, dat nu een professionele galerie ook amateurs laat exposeren. Dus dat is nieuw, dat is niet eerder gebeurd. Ik heb zelf wel vaker exposities van mijn cursisten georganiseerd, maar dat het hier in een galerie is, is nieuw en ook heel bijzonder. De tentoonstelling loopt van 22 mei vandaag tot 30 mei, tot en met 30 mei. En de galerie is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 5 en zondag van 2 tot 5. En aanstaande zondag, de 26e mei, is er om 3 uur nog een soort openingsfeestje. Een vernissage hebben we het genoemd. Er is geen inhoudelijk thema. We hebben juist mensen heel vrijgelaten wat ze wilden inleveren om te exposeren. Hè, dus mijn cursisten en van andere collega's die dus ook cursisten hier hebben hangen. Dus er was geen inhoudelijk thema. We hebben vrijgelaten wat mensen wilden inleveren. We hebben wel moeten selecteren, omdat er veel meer animo was, tenminste uit mijn groepen vooral heel veel mensen waren, eigenlijk te veel werk. Dus we hebben gewoon gekeken wat geschikt was, wat bij elkaar kon hangen. Ook dat het een mooie tentoonstelling werd als geheel. En dat is naar ons idee heel goed geslaagd. Ik probeer in mijn cursus een heel breed scala van technieken, inhoudelijke thema's aan te leveren, zodat mensen ook hun eigen keuzes kunnen maken en ook kunnen ontdekken wat ze belangrijk vinden. Wat ze interessant vinden en wat bij hun past. Karin Kooijman is een van de cursisten van Mark van Praag. Een paar van haar kleurrijke werken zijn op de expositie te zien. Karin verwerkt de werkelijkheid op haar hele eigen manier. Soms zet ik iets neer, in dit geval bijvoorbeeld bij een van haar werken waren het citroenen. En had ik gezegd, nou je kan ze realistisch naschilderen. Of ja, wat is realistisch is altijd de vraag.
Maar nu ontstond er ook een soort vrije verwerking. Zij heeft vormen van citroenen door elkaar heen laten lopen. En wat heel eigen aan Karin is, wat ik vind dat ze ook heel goed doet, is in dit geval met hele bonte kleuren bij elkaar, maar wat toch prachtig harmonieert. Ik heb eindelijk mijn eigen handschrift gevonden bij Mark. En dat is door hele kleine streekjes te maken, met heel veel verschillende verfkleuren. En kleuren ook die heel dicht naast elkaar liggen. En als je ze op het palet ziet, dan denk je van nou, dat verschilt niet veel van elkaar. Maar als je ze dan maar lang genoeg ermee op het doek bezig bent, ja, dan ontstaat er iets heel moois. En er diepte in brengen. Ik had hier was geen diepte in. En Mark heeft me er echt op gewezen, nou, als je daar nou wat extra aandacht aan geeft en daar wat extra aandacht maakt, dan breng je de diepte in. En dat heb ik gedaan. En nou ja, dan is het een kwestie van op het juiste moment stoppen. En dan is het klaar. Wat zijn de belangrijkste oorzaken dat Hilversum is gestegen op de lijst? Ja, er is eigenlijk één belangrijke oorzaak. En dat heeft te maken met het feit dat de filedruk in de noordvleugel van de Randstad is afgenomen. En daar profiteert Hilversum meer van dan veel andere steden in Nederland. Hilversum staat op plaats 4 wat betreft de kwaliteit van binnenstedelijk groen. Hoe is dit bepaald? We hebben gekeken waar vogels zich met name bevinden. En we gaan ervan uit dat dat de gebieden zijn waar bomen staan, struiken en dat soort dingen. En dus we hebben vogels zeg maar, gebruikt als een soort kwaliteitsindicator voor binnenstedelijk groen. En dan scoort Hilversum dus heel hoog. Welke stijgingen of dalingen in Hilversum zijn het opvallendst? Nou, met name dus de verbetering van de bereikbaarheid van banen vanuit Hilversum. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd zien we ook wel dat een aantal dingen nog niet helemaal goed gaan. Zoals het culturele aanbod in de stad, dat is laag en dat neemt ook eerder af dan toe. Noord-Holland ziet geen toekomst meer in oefencentrum Kruilo. De provincie is eigenaar van het terrein en eist een marktprijs van tussen de 44 en 55 miljoen euro. De korpsen dreigen het oefenterrein te verliezen, terwijl het volgens hun zo onmisbaar is. We zijn op het oefenterrein waar de brandweer Gooi Vechtstreek momenteel zijn oefening doet. Het terrein 11 hectare is een onderdeel van een ontwikkelplan van de provincie Noord-Holland, het ontwikkelplan Kruilo. Hier oefent op dit moment al 4 jaar lang de veiligheidsregio Gooi Vechtstreek met haar brandweer de realistische oefeningen. Dit terrein is een oud militair oefenterrein, dat ligt er al 30, 40 jaar. De situatie waarin het is past precies bij de ontwikkeling voor realistische oefenen voor brandweer, politie en ambulance in Nederland. En eigenlijk zouden wij liever dat het huidige terrein in staat blijft, zodat we verder kunnen doorontwikkelen om het zo'n hoogwaardig kwalitatief centrum van te maken. Nederland is dicht bevolkt. Dat betekent dat als wij moeten gaan trainen, dan we veelal voor realistische oefenen naar buitenland moeten. Zweden, Engeland vliegen we ongeveer 26 weken per jaar mensen naartoe om training te doen. We hebben weliswaar in Nederland ook 6 tot 7 oefencentra's die ook realistische oefenen, waar je dus met vuur, met daadwerkelijke brandbestrijding en oefeningen kunt doen. Maar dat betekent veel reistijd, veel reiskosten, maar ook vooral natuurlijk investeren in het inhuren van locaties waar je naartoe moet. Nou, uitgangspunt is dat het terrein waar wij nu op zitten is een defensieterrein waar een milieuvergunning op zit waar daadwerkelijk met vuur en open vuur gestookt mag worden als uitgangspunt. De regio Utrecht is bezig geweest om het zoeken naar een locatie. Daar was de legerplaats Soesterberg, vliegveld Soesterberg, een optie voor. Daar heeft men gelet op de ontwikkeling daar vanaf moeten zien en de complexiteit. Amsterdam oefent op Schiphol. Daar hebben zij een oefencentrum, maar daar kan alleen maar met gas gestookt worden. Vanwege de vliegbeweging heeft men enorme, laat ik zeggen, milieuproblemen, milieubeperkingen. Zij wijken daarom ook heel snel uit naar het oefencentrum hier. Nou, we maken het terrein bruikbaar voor veel maatschappelijke doeleinden. We hebben een project Brandweer Overmorgen. Dat betekent dat we scholen trainen in veiligheid. We doen hier vuurlichtingsvoorlichtingscampagne. Laten we zien wat de effecten zijn van het verkeerd gebruik. We trainen hier de burgers. Er zijn hier teambuildingsdagen, mogelijkheid voor bedrijfsleven. En al die activiteiten die we doen, levert ook heel veel werkgelegenheid voor Midden-Nederland op. Waar cateringsbedrijven, toeleverancier, onderhoudsbedrijven hier werkzaamheden verrichten op het oefencentrum. En wij snappen natuurlijk dat wij in de plannen van de provincie een lastige rol vervullen. Maar ik denk dat als beide partijen snappen wat het maatschappelijk doel is van het hebben van een oefencentrum, de noodzaak, veiligheid, dat we daar ook beide ruimte voor moeten bieden om het mogelijk te maken. Onmisbaar. Oké, dus u komt eigenlijk bij mij nu met de vraag van waarom ik heb ingesproken afgelopen week in de raad. Dat kan ik uitleggen. Ik heb een behoorlijke betrokkenheid doordat ik in mijn leven geconfronteerd ben geweest met dood een aantal keren. Maar ook omdat ik bestuurslid van Stichting De Hof ben, de stichting die zich bezighoudt met de oude begraafplaats hier in Hilversum.
En daardoor ga je toch nadenken. En dan gaat op een gegeven moment het crematorium spelen. En als dat speelt in de politiek, dan realiseer ik me onmiddellijk dat wat een groot gebrek het is dat we hier geen crematorium hebben. Want Hilversummers hebben gewoon recht om naast begraven te worden in hun eigen woonplaats ook gecremeerd te worden. Zeker in een dorp, in een stad met ruim 80.000 inwoners. Als je dan ziet dat er in het verleden vaker sprake van geweest is van een crematorium in Hilversum. En je ziet dat die bezwaren van toen al lang niet meer bestonden. De milieueisen zijn zo hoog, de filters zijn zo goed, dat alle bezwaren die ooit hebben bestaan, er niet meer bestaan. Maar als je daarnaast dan ook nog ziet dat we in Hilversum prachtige begraafplaatsen hebben. Begraafplaatsen waar we echt super trots op mogen zijn. Dudok, Springer, heel mooi. Maar dat deze begraafplaatsen verliesgevend zijn. En dat ze voortschrijdende verliezen krijgen, dat wordt alleen maar erger. Gewoon omdat steeds meer mensen zich laten cremeren in plaats van begraven. Dan ga je verder zitten nadenken. Dan hebben we nog de aula op de Bosdrift. Een rijksmonument, de Bosdrift een rijksmonument. Overigens al onze begraafplaatsen hebben een monumentale status. Zo mooi zijn ze. En je ziet dat de gemeente zo'n 40 jaar nalatig onderhoud aan de aula van de Bosdrift heeft gepleegd. En nu zegt ja, nou moeten we hem voor de hoofdprijs verkopen. We kunnen hem niet meer onderhouden. Dan denk ik dat je fout bezig bent. En uitgaande van het feit dat iedere Hilversummer in Hilversum begraven of gecremeerd mag worden, zou moeten worden, kunnen, de mogelijkheid zouden moeten krijgen. Ga je nadenken en denk je, als je dit allemaal bij elkaar combineert, wat kun je dan doen? En dan zie je elders in het land een perfecte oplossing. Gemeentes die op een van hun begraafplaatsen een kleinschalig crematorium plaatsen, die past in het beheer van de totale plaatje begraafplaatsen, worden ineens weer kostendekkend tot winstgevend. Oftewel, daarmee zijn en je begraafplaatsen fantastisch behouden. Je oude kun je opknappen. En vooral al je Hilversummers kun je gewoon eigenlijk iets wat een basisverantwoordelijkheid van de gemeente is, kun je weer aanbieden in Hilversum. En dat is de reden waarom ik vind dat we hier in Hilversum moeten strijden voor een kleinschalig crematorium in een constructie. Waarover ik begrijp afgelopen week ook de hele raad achterstaat, de raadsfracties achterstaan. Een constructie waarin we een gezond begraafplaatsenbeheer, inclusief crematorium hebben, wat we ook in één hand moeten houden. Waarbij vanuit de raad, en dat ondersteun ik zeker, primair gekeken moet worden om hier de Hilversumse begrafenisondernemers de kans te geven om dit met hun expertise, hun mogelijkheden te gaan draaien, te gaan realiseren. En vooral niet een oplossing te zoeken naar een landelijke organisatie. Omdat je dan toch je winsten, je mogelijkheden kwijt bent die we zeker hebben op dat stukje waarop we trots zijn. Mag je hier nu wel of niet betaald parkeren? Ja, je mag hier parkeren, maar wachten is verboden. Voordat je weet wat er allemaal staat, is het alweer weg. Oh, kijk. Dit is duidelijk. Is dit het nummer wat je kunt bellen als je een date voor je auto wilt regelen? Of is het een storingsnummer voor als het parkeerapparaat het niet doet? Nou, een beetje verwarrend dit. Wat betekent de stijging in de Atlas voor Hilversum? Nou, dat is goed nieuws, want vorig jaar hadden we een klein dipje. Maar vooral op het gebied van veiligheid doen we het een stuk beter. En dat is natuurlijk belangrijk, dat veilig wonen is in Hilversum. Maar ook op het gebied van bereikbaarheid. Er wordt natuurlijk altijd geklaagd over dat Hilversum onbereikbaar is. Nou, dat doen we gewoon goed. Die plannen die we nu aan het afronden zijn om voor de binnenstad de bereikbaarheid te vergroten, dat slaat aan en daar ben ik heel blij mee. Over welke cijfers bent u minder tevreden? Ja, op het gebied van werkgelegenheid zie je dat het nog niet goed is. Dat heeft natuurlijk te maken ook met de omroepen die krimpen. Nou ja, zijn dit jaar daarmee begonnen en dat gaat komend jaar ook nog wel weer door. Dus daar zitten we wel echt in een kwetsbare hoek.
Maar ja, we zijn anderzijds ook bezig om Hilversum aantrekkelijk te maken voor jonge mensen, zowel wonen als werken, ZZP'ers, zelfstandigen. Maar het is allemaal wat kleinschaliger. Dus ja, als die omroepen natuurlijk honderden mensen kwijt moeten, ja, dan merkt Hilversum dat, want die wonen in Hilversum. Wat verwacht u in de toekomst van de plek in de Atlas? Nou ja, we zijn nu een stevige middenmotor en ja, we zijn ambitieus, dus we willen hoog omhoog. En op veiligheidsgebied wil ik bij de top 10 veilige steden van Nederland gaan behoren. En nou, we staan nu op 14, geloof ik, dus we hebben nog wat te doen. Maar ja, het is gewoon leuk om in een stad te wonen waarvan je weet dat die tot de 10 beste van Nederland behoort. En daar zijn we hard aan het werk. Ook voor de groenvoorziening doen we het goed in de stad. Nou, dus ik ben heel verheugd over deze ontwikkeling. Buiten is het 10 graden, wisselend bewolkt en kans op hagelbuien. Flip is een buitenhond. Het is een kruising Newfoundlander, een gecastreerde reu uit 2011. Hij is gek op spelletjes, kan goed alleen zijn en vindt het leuk om door kinderen geknuffeld te worden. Flip is het buitenleven gewend. Maar let op, wanneer Flip vee ziet, zoals schapen, dan gaat hij erachteraan. Een hek van 2,5 meter zal hem niet stoppen. Flip is een grote, maar ontzettend lieve knuffelbeer. En toen ging het regenen. Wilt u meer informatie over Flip of een ander dier? Bezoek dan het asiel.